Je beseft dat cultuur en cultuureducatie niet zozeer een doel op zichzelf is, maar ook een middel in de samenleving. Cultuur is iets vooral wat mensen samen doen. Dus het maakt onderdeel uit van zeg maar, het DNA van je samenleving. En dat zorgt voor verbinding van mensen. Onder elkaar in wijken en buurten, maar ook aan de plek waar je woont, waar je vandaan komt. Dus ik denk dat een hele belangrijke is. School is dé plek waar je kennis maakt met heel veel aspecten van de wereld om ons heen. Maar ik denk dat er ook een stapje extra gedaan moet worden. Dat het niet alleen kennis maken is, maar dat er ook een gelegenheid moet zijn voor daaraan deel gaan nemen. En ik denk dat daar ook vooral de kansen liggen voor, waar het vanmiddag ook over ging, het ontwikkelen van een cultuurconvenant. Eigenlijk is dat maar een etiket. Hè? Het gaat om de samenwerking die je in de kunst- en cultuursector zou willen creëren samen met het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat er ook een voortzetting is van na het kennismaken ook naar het meedoen. Waarom zou je niet proberen een soort cultuurpact lokaal te sluiten met allerlei verenigingen, groepen mensen die in die sector bezig zijn, om met elkaar een soort keuzemenu aan te bieden aan het onderwijs. Zodat die kennismaking waar het onderwijs voor staat, dat die eigenlijk ingevuld wordt vanuit die cultuurwereld. En dat je zo probeert veel meer mensen, vooral kinderen, daarbij te betrekken. Kennis laat maken van wat vind ik leuk en wat kan ik wel een beetje. En dan een goede keuze kunnen maken om daarin verder te gaan. Nou, de eerste vervolgstap is, we hebben al initiatief genomen voor een afspraak met CultuurMei. Ik denk dat ik dat ga koppelen aan de activiteiten van de cultuurcommissie die wij als gemeente Epe hebben om ons te adviseren over hoe we kunst- en cultuurbeleid vorm moeten geven. Ze hebben ook een eigen uitvoeringsprogramma, kijken hoe dat aan elkaar te knopen is.